Is natuurlijk dat AZ door deze uitslag kampioen van Nederland is geworden. We gaan naar Alkmaar, naar het DSB-stadion. Daar zien we spelers op een zeg maar geïmproviseerd bordes. En daar is ook onze verslaggever Joep Schreuder. Joep. Ja, Tom. Gisteren alles nog een traan, vandaag een lach. Kijk, AZ landskampioen na 28 jaar. Niet verwacht, toch gebeurt. Alle leuke dingen in het leven zijn spontaan, leerde ik vroeger. Kijk eens. Geen rondvaartboot, geen speech, maar wel een nepschaal die net is uitgereikt. En een titel voor zo'n kleine stad Alkmaar, dat zich voetbalstad van Nederland mag noemen. Geen Rotterdam, geen Eindhoven en ook geen Amsterdam. Die bordesscène begon een half uur geleden, ze houden er niet mee op hoor. We staan er om 10:30 nog. Die bordesscène die begon als volgt. Van harte, hè? Dankjewel. Ja. Welk gevoel overheerst bij u op dit moment? Nou, ik heb de hele dag nog een heel slecht gevoel overhouden. Maar ja, nu vergoedt het wel een beetje, omdat er toch veel publiek is. U had voorspeld dat Ajax niet zou winnen, geloof ik? Ja, in Twente ook niet. Maar dat deed ik ook een beetje om de druk van de wedstrijd van gisteren af te halen. Maar het komt meestal uit wat ik zeg. Bent u trots? Ja, ik ben trots op mijn spelers. Dat is allemaal voor allemaal is het eerste kampioenschap. Ja. Dus het is logisch dat ze uitgelaten zijn. Eerste keer is altijd bijzonder, hè? Dat was bij uw eigen kampioenschap ook destijds. Ja, dat is ook zo. En je ziet het. Hij met zijn gebroken been daar. Een gebroken been. Nou ja, vanmorgen. De vrolijke taferelen daar in Alkmaar. Te midden van dat gewoel spreekt onze verslaggever Jeroen Stekelenburg met de aanvoerder van AZ, die ook voor het eerste kampioen van Nederland is, Stijn Schaars. Wat een raar weekend. Omschrijf eens jouw gevoel van de afgelopen 24 uur. Ja, waar natuurlijk, we dachten optimaal voorbereid te zijn op een feest gisteren, maar we weten allemaal hoe dat gelopen is, anticlimax. Maar ja, dan zie je dat de rest er toch ook niet meer om kan gaan. Als ze eenmaal weer in de positie komen dat ze misschien ergens aanspraak op maken, krijg je dit, hè? Nee, dan krijg je Arie, hè? Dan krijg je Arie, maar ja, het is toch top, hè? Het gaat over 30 wedstrijden, niet over 1. Dus ik denk dat we terecht kampioen zijn. Zeker wel. En we zien, Joep, ik weet niet of jij ons kunt verstaan, maar je zit in de uitzending. Doe maar. Nou, wat ik leuk vind, Tom, om te laten zien dat dit jonge jongens zijn. Daar heeft Louis van Gaal natuurlijk wel gelijk in. Hij werkt graag met jonge spelers.
En jonge spelers die voor het eerste keer kampioen worden, kijk eens, dan ben je nog blijer als dat dat voor de zesde keer is. Tot zover even Alkmaar, waar spontaan feest is losgebarsten. 28 jaar kampioen van Nederland. Tot zover even. Ja, AZ, voorheen AZ67. De fysieclub Alkmaar FC Zaanstreek is dus voor de tweede keer in zijn bestaan kampioen van Nederland. In deze competitie leek AZ maar moeizaam op gang te komen. Het is maart 2008. Ik heb gezegd, geen commentaar, laat maar alsjeblieft naar huis rijden. AZ heeft een belabberd seizoen. Louis van Gaal en de clubleiding besluiten niet met elkaar verder te gaan, maar de spelers willen hem behouden. Wij zullen laten zien dat we Louis van Gaal waard zijn. Dat is wat anders dat Louis van Gaal aan een zijdedraadje hangt van de spelersgroep. In de resterende wedstrijden van dat seizoen tonen de spelers beterschap. En dus is met name dankzij de bemiddeling van Stijn Schaars en Kjuja Liens ook dit seizoen Louis van Gaal weer de hoofdtrainer van AZ. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. In het seizoen 2008-2009 met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Reuzer ontdoet zich toch uiteindelijk van Mendes da Silva als je maar volhoudt. En het levert het volle pond op. Amoa mag voor de tweede keer scoren. AZ 1, NAC 2. Donkere wolken pakken zich alweer samen. De eerste wedstrijd verloren en meteen daarna gaat het weer fout bij het gepromoveerde ADO. Meric. In elke aanval zie je dat ADO een mannetje over heeft. Meric. Meric. AZ verliest hier niet. Het wordt vernederd. Ja, en volgende week wacht PSV. Ik denk dat in ieder geval dat wij van het laatste half jaar de beste wedstrijd hebben gespeeld. En dan is het heel wrang dat je 3-0 verliest. Met het vorig seizoen nog op het netverlies wordt AZ door velen alweer afgeschreven. Een geheime training moet een uitkomst bieden voor de bekritiseerde trainer en zijn ploeg in voorbereiding op het duel met PSV. Alhamdoui, Martens, Martens en de goal! Het verdiende doelpunt van AZ. Omdat de ploeg van Gaal bleef aanvallen. Hebben we geen initiatief meer getoond. En heeft de AZ ook verdiend gewonnen, moet ik zeggen. Dank u wel. Aan de analyse van Louis van Gaal. Ja, ik ben het eens met Huub. Het tij is gekeerd. Er volgt een uitzonderlijk goede wedstrijd tegen Willem II. Een demonstratie van perfect voetbal. Hij kan toveren. Hij kan toveren. Tita Tovenaar. Dembele. Nou, lopen nog maar 3-4 voorbij. En schieten we er ook in. Mounir El Hamdaoui. 5-0. 5-0. 5-0. Het gaat ouderwets met het AZ van Louis van Gaal. Die daar toch figureerde hier vanmiddag in Alkmaar. Wat een doelpunt. En het is binnen het half uur. Oh, wat mooi. Wat een prachtige aanval. Die kan er helemaal niet. Het zal niet waar zijn. Hij zit er wel in. Maar het is wel waar. Dat is mooi. El Hamdaoui. El Hamdaoui. De slotfase van de wedstrijd toch nog uit. Naar een ruime voorsprong. AZ swingt. Ze hebben geen vragen meer voor mij, hè? Want ja, we winnen. Op 23 november is in Alkmaar de topper tegen Ajax. Het gaat om de koppositie. Halverwege de eerste helft krijgt AZ een penalty. 1-0. Ari, ho, 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 wat een mooie. 2-0. Met deze overwinning klimt AZ naar de eerste plaats en geeft die niet meer af. De ploeg is sinds de derde wedstrijd ongeslagen en zal dat blijven. De ene keer met prachtig voetbal, soms ook zakelijk en degelijk. Bocaioli zet op, Ari geeft die bal prachtig terug en Bocaioli schiet hem ziedend hard binnen. We'll be right back.
Lang blijft er binnen AZ twijfel en terughoudendheid rondom het aanstaande kampioenschap. Maar als het inmiddels april is en ADO met 4-1 wordt weggetikt, is er geen ontkennen meer aan. En nu komt de landstitel toch wel heel dichtbij. Heel dichtbij. Een volksfeest in Alkmaar is aanstaande. Het Noord-Hollands Kanaal moet het decor vormen. Vitesse is dus de tegenstander. Het wordt 1-0, 1-1. En dan? Büttner en 2-1. Hoe is het mogelijk? Invaller Büttner verstiert het kampioensfeest van AZ. AZ verliest met 1-2. Eén dag later de helpende hand van PSV en Ajax. AZ toch kampioen. En Alkmaar op het Waagplein staat NOS-journaalcollega Kees van Dam, waar vanavond een volksfeest gaat uitbreken. Niet met koketeren en brandende takkenbossen zoals in 1573. Maar Kees, beschrijf ons hoe het daar is. We zien heel veel mensen. Hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is natuurlijk geweldig. En na 28 jaar heeft die club weer een grote prijs gepakt. Er zijn hier een paar duizend mensen, ik schat een 2.000-3.000 supporters naartoe gekomen om het feest te vieren in die vele cafés hier. Ze waren er al vanmiddag aan het eind van de middag toen ze in die cafés gingen kijken naar beelden van PSV Ajax. En ze deden dat onder het genot van een hapje en een drankje, wou ik zeggen. Maar misschien moet je wel zeggen onder het genot van heel erg veel drank. Nou ja, je kunt je wel voorstellen hoe dat zich ontwikkelde, de stemming hier. Na elke goal die in Eindhoven viel, mensen de straat op, skanderen Louis van Gaal en AZ. En zo ging het maar door. En ja, je kunt het nu zien, duizenden mensen staan te hossen. Enige zorgen die je misschien zou kunnen hebben is dat er veel is ingenomen. Dat is in ieder geval wel de zorg van de politie. Want ik zie steeds meer politieagenten zo'n beetje aan de rand van het plein komen. Om iedereen een beetje in de gaten te houden dat het niet al te dol is. Maar voorlopig bootjes in de grachten, zingende mensen, juichen. Het is buitengewoon ontroerend, vind ik altijd weer bij dit soort taferelen. Om te zien dat mensen ja, oprecht ontzettend blij zijn als hun clubje een keertje een prijs pakt. Want ja, dat gaat natuurlijk vaker mis dan dat het goed gaat. Geldt zeker voor AZ na bijna 30 jaar weer een schaal. Dankjewel Kees van Dam uit Alkmaar. We gaan nu even terugkomen op de wedstrijd die in Eindhoven is gespeeld. En die dus tot gevolg had dat AZ vandaag kampioen werd. PSV Ajax 6-2. Cijfers die er niet om liegen. Ajax begon nog wel scherp aan die wedstrijd, maar was niet in staat om dat lang vol te houden. Het leek alsof de Ajaciden zich niet realiseerden wat de belangen precies waren. Wij waren echt wel bezig om in ieder geval de tweede plek proberen te veroveren. Nou ja, goed. PSV zat er bovenop. Wij kwamen daarna moeilijk tot voetbal. Ze gingen er kort op zitten. En we zijn niet in staat geweest om onder die druk uit te komen. En zij, ik moet zeggen dat zij een goede wedstrijd speelden hoor. Zij waren in de meeste gevallen gewoon een herenmeester. Ibrahim, als ik gisteren tegen jou had gezegd, je wint met 6-2 van Ajax. Wat had jij dan gezegd? Dat kun je misschien voor gek verklaard. Ja, dan kunnen we er niet omheen. AZ is kampioen. Ja, nou ja. Ik denk dat ze liever hadden gehad dat ze zelf gisteren hadden gewonnen. Dat had denk ik ook een prettig gevoel gegeven. Maar ja, ik denk toch dat het terecht is dat ze het kampioenschap hebben gewonnen.